Dit is de BDO Legal Podcast, waarin ik Rami Mohammed elke aflevering een actueel juridisch onderwerp bespreek met de specialisten van BDO op het betreffende rechtsgebied. Deze aflevering heb ik Sander Riemslagbaas, jurist Financieel toezichtrecht bij BDO, en Marianne Dauma, jurist contractenrecht, uitgenodigd, om het te hebben over sanctiemaatregelen en de impact daarvan op contracten en ondernemingen. We bespreken de praktijk en sluiten af met drie tips voor ondernemers. Welkom, Sander. Ja, dankjewel Radio. Podcast Studio. podcaststudio. Ja, leuk, leuk dat je er bent. Ja, zeker. En welkom Marianne. Ja, thanks. Dank Jij je wel. bent er al eerder geweest. Zeker. ja. Bij, uh, in het kader van de UBO. Ja, absoluut. Maar uh, vandaag gaan we het over een ander onderwerp hebben. Ja. Maar wat ook wel echt raakvlakken heeft met uh, het ondernemingsrecht, uh, zeg maar. Absoluut. En ja. hoe ondernemingen omgaan ja, met sanctiemaatregelen. Uh, maar we beginnen met de praktijk, heb ik uh, net uh, toegezegd. Dus Marianne, kan je ons vertellen. Uh, een voorbeeld uit de praktijk als het gaat om sanctiemaatregelen. Ja, eigenlijk hoef ik het bijna niet te vragen. Ja. ja het is ontzettend actueel. Uh, momenteel een uh, beetje een verdrietige situatie, natuurlijk uh, met Rusland in invasie afgelopen februari uh, in Oekraïne. Um, ja, de sanctiewet 1977 bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, al wel uh, vele jaren. Uh, maar is nu door de, door de wereldwijde maatregelen tegen, uh, tegen Rusland weer ontzettend actueel geworden. Um, ja, de oorlog is al vijf maanden gaande, maar het lijkt nog niet op korte termijn um, heel erg uh, te veranderen. Um, ja, de maatregelen raken eigenlijk iedereen die uh, direct of indirect zaken doet met Rusland of Oekraïne. Um, en ja, de bereidheid tot naleving van die maatregelen is eigenlijk wel heel groot. Um, maar we zien tegelijkertijd ook dat uh, het wel veel lasten en um, verplichtingen met uh, zich meebrengt voor de ondernemers. Um, en dat zorgt wel voor complexe situaties en dilemma's. Um, en daar wil ik het vandaag uh, eigenlijk even over hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat dat best wel wat impact heeft voor uh, ondernemingen. Uh, dus daar gaan we het straks uh, zeker over hebben. Maar voordat we dat doen, even bij het begin beginnen, uh, Sander. Uh, jij hebt in de praktijk veel. Uh, met sanctiewetgeving. Ja, zeker. Ja. Um, wat, zijn, wat zijn sancties precies en tegen wie of wat zijn ze gericht? Uh, sancties zijn uh, dwingende en politieke instrumenten die uh, worden ingezet tegen landen, personen, rechtspersonen of organisaties die mensenrechten schenden. Dus in dit geval heel veel sancties tegen Rusland vanwege die invasie in Oekraïne. Nou, normaliter uh, is de, is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het orgaan die sancties uitvaardigt. Alleen in dit geval zit Rusland, Rusland zit ook in die veiligheidsraad. Nou, die veiligheidsraad heeft een aantal permanente leden met een vetorecht, dus Rusland die heeft ook een vetorecht. Die kan die eigen sancties natuurlijk tegenhouden. In dit geval zijn dus de Europese sancties heel relevant. Maar ook landen op individuele basis kunnen sancties uitvaardigen, zoals Amerika. Of de uh, Verenigde Verenigd Koninkrijk. Nou, in de basis heb je dan een aantal sancties uh, die gericht kunnen zijn op handelsbeperkingen, reisbeperkingen, financiële uh, sancties. Dus ja, dat zijn uh, in de basis uh, sanctiemaatregelen. Ja, ik hoor al dat het heel complex is allerlei soorten uh, sancties. En bovendien kunnen ze worden ja. uitgevaardigd door individuele landen, door uh, de EU, ja. uh, door de VN. Um, welke sancties zijn voor ons nou het meeste relevant? Uh, zijn dat de, de sancties van de EU of van de VN? Nee, dat is in Nederland echt de Europese sancties. Um, die worden uitgevaardigd door middel van Europese wetten, verordeningen genoemd. Die werken daardoor dus ook rechtstreeks in Nederland. Dus Nederland hoeft dat niet apart om te zetten naar nationale wetgeving. Um, maar ja, als je internationaal handelt... dan kan het ook zo zijn dat je te maken krijgt met buitenlandse sancties... In sommige gevallen uh, hoeft die relatie met het buitenland uh, maar heel klein te zijn. Het bekendste voorbeeld is Amerika. Die extraterritoriale werking die de Amerikaanse wetgeving heeft, is ontzettend groot. Dus als jij al een kleine link hebt met Amerika, dan zijn die Amerikaanse sancties ook relevant. Dus je moet eigenlijk uh, wereldwijd bijna kijken wat voor sancties uh, op het moment dat je inter een internationaal opererend bedrijf bent. Ja, absoluut, zeker, ja, zeker. Nou, dat maakt het natuurlijk ontzettend complex. Hoe werkt dat in de praktijk? Heb je daar een voorbeeld ja, van? Ja, daar hebben we bij de voorbereiding van deze podcast uiteraard naar gekeken. We hebben ontzettend weinig jurisprudentie. Um, dat maakt het voor juristen altijd lastig uit te leggen hoe dat nou werkt in de praktijk. Um, ik denk zelf dat er naar aanleiding van al deze pakketten wel wat meer jurisprudentie kan ontstaan, omdat handhaving natuurlijk ook niet uit te sluiten is. Maar uh, we hebben een interessante casus die eigenlijk precies weergeeft uh, hoe complex het is. En dat is een Nederlands softwarebedrijf geweest. Die deed zaken met een Cubaanse partij. En op een bepaald moment werd, die, uh, Nederlandse, uh, werd dat Nederlandse bedrijf overgenomen door een Amerikaanse entiteit. Daardoor werden, uh, zoals ik al zei, die link met Amerika, die hoeft maar heel klein te zijn... Dus de Amerikaanse sancties die werden super relevant voor het Nederlandse bedrijf. Amerika die heeft sancties uitgevaardigd tegen Cuba. Het Nederlandse bedrijf die zei dus vervolgens: ik ga geen zaken meer doen met jou in Cuba, want dan heb ik problemen met de Amerikaanse toezichthouder. Die Cubaanse partij die zei op haar beurt weer van ja, maar wij hebben gewoon een contract. Ik wil dat jij nakomt. Ik wil gewoon die dienstverlening kunnen afnemen. Dus die Cubaanse partij ging naar de Nederlandse rechter. En die vorderde nakoming, zoals dat dan juridisch heet. Die Nederlandse rechter die had daar wel oren naar, want die oordeelde uiteindelijk ook. van ja, je mag niet zomaar heel abrupt je dienstverlening stoppen. als je een contract hebt afgesloten. Dan had je maar beter due diligence, dus eigen onderzoek moeten doen. door wie word ik eigenlijk overgenomen en wat zijn de gevolgen daarvan. Dus al met al super relevant om je ja, ook je lopende contracten eens. Te beoordelen en na te gaan van ja, wat zijn de consequenties? Dus eigenlijk had dat bedrijf bij die overname ja. al moeten realiseren van ja. dit kan gevolgen hebben voor mijn ja. Cubaanse hè, de contracten met de Cubaanse partij. En ja. als ik dat niet wil, ja dan moet ik maar misschien de overname niet laten doorgaan of tegen andere condities. Ja, zeker. En sterker nog, daar heeft de, de Nederlandse rechter dan niet in echt een oordeel over gegeven, maar heeft dat wel als side note meegegeven. Je hebt ook nog het EU-Blocking Statute om het even extra complex te maken... de EU volgt niet alle sancties die Amerika uitvaardigt. In sommige gevallen zegt de EU... Ja, wij zijn het niet eens met die sancties. Wij willen gewoon dat Europese onderdanen ook die activiteiten nog kunnen doen. Zoals het geval in Cuba. Europa zegt met het EU-blocking-statute... Europese onderdanen mogen nog steeds zaken doen met Cuba. Dat blocking-statute zegt eigenlijk... je mag geen uitvoering geven aan die Amerikaanse sancties. Dus dat Nederlandse softwarebedrijf had aan de ene kant dus de Amerikaanse toezichthouder, aan de andere kant het contractenrecht vanuit de Nederlandse wetgeving en dan ook nog eens Europese wetgeving die mogelijk werd overtreden door het EU Blocking statute. Nou, makkelijker kunnen we het niet maken, <laughs> zou nee. ik bijna zeggen. Nee. Uh, nou, duidelijk voorbeeld. En, en laat ook duidelijk zien hoe complex het is in de praktijk. Ja, ja Marianne, ik hoor gelijk. Uh, als ondernemer die internationaal opereert, krijg ik hier natuurlijk hoofdpijn van. Ja, dat zijn pittige ik... kwesties. Ja, wat kan ik als ik nou een lopend contract heb? Wat moet ik daarmee? In Nederland kennen we natuurlijk uh, in principe de contractsvrijheid. Dus je mag uh, met wie uh, waarin je wil uh, zaken doen. Natuurlijk tegen, <laughs> met bepaalde grenzen. Um, maar het kan dus zo nu voorkomen door de. Sanctiewetgeving dat uh, in principe legale transacties uh, nu worden uh, verboden of beperkt worden door die sanctiewetgeving. Dus met bepaalde personen of entiteiten of in bepaalde goederen of diensten. Um, en dat betekent dat uh, door die sanctiewetgeving aan bepaalde transacties geen uitvoering meer gegeven mag worden. Um, de hoofdregel is dan ook dat je dus um, indirect of direct niet mag meewerken aan een gesanctioneerde transactie. Um, en dat kan uh, best wel veel gevolgen hebben, want het kan dus ook betekenen dat uh, jouw afnemer, als jij weet dat jouw afnemer de goederen weer doorverkoopt aan een gesanctioneerde partij, dat je dan dus alsnog indirect meewerkt aan een uh, gesanctioneerde transactie. Um, ja, en die sanctiewetgeving is ook bewust heel breed geformuleerd, dus daar kan heel veel onder vallen en dat maakt dit ook best wel een complex onderwerp, doordat het gewoon moeilijk in te schatten is um, wanneer je nou precies meewerkt aan zo'n transactie. Um, Um, voor reeds gesloten overeenkomsten geldt daarbij ook nog dat je wederpartij, zoals Sander net ook aangaf in deze casus, uh, nakomen kan vorderen van jouw overeenkomst. Um, ja, afspraak is afspraak. Ja, zeggen, precies. Toch? Ja, uh, Inderdaad, je hebt gewoon een contract. Uh, dus ja. Kom maar na. Um, gelukkig bieden wel Europese sanctieverordeningen vaak een mogelijkheid tot ja, in goed vertrouwen niet nakomen van je overeenkomst onder die sanctiewetgeving. Um, maar dat betekent wel dat je dus um, zeker moet weten dat, uh, dat jouw transactie gesanctioneerd zou zijn. Of dat de partij met wie jij zaken doet gesanctioneerd is. En dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld. Uh, want zoals we bijvoorbeeld eerder dit jaar zagen, was dat veel overeenkomsten met Russische partijen allemaal. Werden opgezegd uh, in het kader van de oorlog. Um, maar dat betekent niet dat um, dat het allemaal zonder consequenties maar kan. Uh, dus ja, vaak horen we in Nederland ook, wordt best wel snel een beroep op overmacht gedaan, bijvoorbeeld. Uh, maar dat is best wel grillig bij ons, omdat het zo afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Uh, dus het maakt heel veel uit uh, van een specifieke situatie. Um, of je daar een geslaagd beroep op kan doen, en dat maakt voorlopende contracten uh, een vrij complexe inschatting of je zomaar onder die overeenkomst uit kan ja of nee. Ja, want het is natuurlijk complexe materie. En aan de, je zou ook kunnen zeggen van, aan de ene kant wil je voorzichtig zijn. Je mm -hmm. wil niet uh, sanctiemaatregelen overtreden. Maar wat je ook niet wil, is dat je een contract Tot opzegt. Nee. Ja, Ja, en, uh, en uiteindelijk blijkt dat, je, dat er helemaal geen sanctiemaatregel van toepassing was. En dat de contractpartij tegen jou zegt dat dat helemaal niet gehoeven. Dus nou ben je een schadevergoeding aan mij verschuldigd. Precies, dit maakt ook precies waarom het zo'n ingewikkelde situatie... of ingewikkelde situaties kan opleveren. Ja, absoluut. Duidelijk, duidelijk. En dan ja. hebben we het nog niet eens over de tegensancties, die in dit geval ook nog heel relevant zijn. Die Rusland bijvoorbeeld heeft uitgevaardigd ja. tegen Europees. Daar ja. mee je ook nog eens rekening mee ook houden. Nog eens rekening mee houden. Dat Voor wat betreft lopende contracten. Hoe zit het met nieuw te sluiten overeenkomsten? Hè? Wat ja, kunnen we daarmee? Nou, gelukkig kan je, als je aan de voorkant staat van je overeenkomst, kan je gelukkig nog iets meer controle uitoefenen op wat je gaat afspreken. Dat is natuurlijk achteraf altijd lastiger. Um, dus daar zijn zeker een paar voorbeelden om rekening mee te houden. Je kan bijvoorbeeld denken aan het opnemen van een uh, contractuele mogelijkheid tot um, onmiddellijke ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Um, op het moment dat of jouw wederpartij onverhoopt op de sanctielijst beëindigt. Um, of dat de, de goederen waar jij in handelt... of de diensten die jij hebt afgesproken, dat die gesanctioneerd raken. Um, en dat je dan dus geen schadevergoeding verschuldigd bent. En dat je dus van deze overeenkomst af kan. Maar wat Sanne net ook aangaf, Rusland heeft ook tegen sancties uh, gesteld. Dus bijvoorbeeld, we hebben ook recent een situatie gezien... waarin producten uit olie- en gaswinning geliefd zijn aan Rusland. Um, dus het eigendom is niet overgedragen... Uh, hoe ga je die weer terugkrijgen? Want Rusland heeft weer een tegensanctie ingesteld dat deze producten niet terug naar Europa mogen. Dan heb je natuurlijk ook niks aan contractuele afspraken als eigendomsvoorbehoud of ontbinding. Dan ga je dat niet terugkrijgen. Dus wie draagt dan het risico en, en de schade voor deze, deze situaties? Uh, bovendien. Uh, met de risk assessment als je gaat kijken naar een goede due diligence, um, dit, het verbod op advies en accountancy diensten zag natuurlijk niet per se iemand aankomen, dus dat maakt het heel lastig ook voor dat soort situaties om vooraf in te schatten. Waar liggen je risico's? Um, en dat is natuurlijk heel afhankelijk van je situatie, wat je dan gaat afspreken. Ik kan bijvoorbeeld ook denken aan um, ja, dat je wederpartij contractueel opneemt, dat uh, je wederpartij garandeert en verklaart zich te zullen houden aan de sanctiewetgeving. Um, kan je bijvoorbeeld ook koppelen aan een vrijwaring of aan uh, weer een mogelijkheid tot ontbinding of beëindiging, mocht dus toch uh, die sanctiewetgeving worden um, geschonden. Um, of andere. Screening of compliance uh, wat betreft sanctiewetgeving. Maar het is heel afhankelijk uh, ja, waar je behoefte aan hebt, waar je risico's liggen van het geval, wat je in je contract gaat afspreken. Maar er zijn zeker uh, mogelijkheden. Ja. Dus zorg dat je dat goed geregeld hebt aan de voorkant, hoor ik je zeggen. Ja, absoluut. En nog heel even om kort terug te komen: ik zei dat natuurlijk over overmacht. Um, als je dat definieert in je overeenkomst, dus bijvoorbeeld zagen we ook met, uh, met COVID-19, maar ook met deze oorlog. Um, als je dat definieert in je overeenkomst onder overmacht, gaat je rechter waarschijnlijk sneller mee in het verhaal dat je ook daadwerkelijk geslaagd beroep hebt op overmacht. Dat zijn wel tips om uh, over na te denken. Dus op het moment dat je overmacht gebruikt, bijvoorbeeld in je overeenkomst, als optie om een uh, contract bijvoorbeeld op te zeggen zonder schadevergoeding, zet er dan bij, onder overmacht verstaan we onder andere een sanctiemaatregel. Bijvoorbeeld, ja, ja dat gaat je absoluut helpen bij de rechter. Duidelijk. Um, Sander, terug naar jou. Wat gebeurt er eigenlijk als je je niet houdt aan een sanctiemaatregel? Even los van nou ja, de contractuele uh, zaken. Um, ja, dat is uh, vrij uh, divers in die zin. Uh, er zijn verschillende manieren voor overheidsinstanties in Nederland om te handhaven. Enerzijds heb je de sanctiewet, die is voor iedereen geldig, dus een ieder is, uh, moet daaraan voldoen. Als wij bij wijze van een marktplaatsdeal doen, dan zou ik uh, eigenlijk moeten checken: kom jij voor op de uh, sanctiemaatregel? <laughs> nou ja, goed. Maar het risico hier is natuurlijk vrij beperkt. Uh, uh, maar uiteraard doe ik dat. Uh, Als goed jurist. goed jurist, ja, doe ik dat. Uh, nee, even zonder gekheid. Uh, wet op de economische delicten stelt het strafbaar om sanctiemaatregelen te overtreden. Die wet wordt gehandhaafd door het Openbaar Ministerie. Afhankelijk van uh, jouw oogmerk, dus heb je het bewust overtreden of is het eigenlijk per ongeluk gedaan? Uh, kunnen er gevangenisstraffen of, geldstraffen, of uh, geldboetes volgen? Anderzijds heb je voor financiële ondernemingen nadere verplichtingen. Die moeten hun zeg maar, administratieve organisatie en interne controle, zoals dat zo mooi heet, dusdanig inregelen dat zij uh, sanctie-hits kunnen identificeren en melden. Die uh, gehele inrichting van de bedrijfsvoering wordt gehandhaafd en daar wordt toezicht op gehouden door de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Om dus vervolgens aan te tonen dat jij je houdt aan die sanctiemaatregelen, is het dus superbelangrijk om vast te leggen wat je hebt onderzocht. Want er geldt wel een bepaalde inspanningsverplichting voor iedereen. Um, dus ja, dus die bewaring van uh, jouw onderzoek is echt heel belangrijk hier. Ja. Om dus ook uh, te voorkomen dat ja dat jij een misdrijf pleegt of een overtreding vanuit zeg maar de wet economisch delicten ja en ik hoor je zeggen dat uh, de vraag of je het bewust of onbewust hebt gedaan dat dat meeweegt in de eventuele sanctie Absoluut. die je dan opgelegd krijgt ja. dus ja. des te meer onderzoek je doet uh, ja. des te beter je er wellicht vanaf komt omdat je dan echt je best hebt gedaan om te onderzoeken ja overtreed ik hier een sanctiemaatregel ja. of niet ja. en ik kan me ook voorstellen dat dat ja, afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Als jij Absoluut. Absoluut. In de, aan de rand van Oekraïne ergens zaken doet, dan zou je misschien iets meer onderzoek moeten doen dan uh, als je een partij in België ja. inschakelt. Ja. Of als wij zeg maar een marktplaatsdeal sluiten. Ja. 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 ja, duidelijk. Dan gaan we door naar uh, het einde. Drie tips voor ondernemers. Daar sluiten we altijd mee af. Um, Marianne, welke tips kan je ondernemers meegeven in, uh, in dit verband? Als het gaat om sanctiemaatregelen? Ja, ik denk wel een goede om aan te sluiten bij wat Sander net zei. Uh, hoe meer je je best doet, hoe beter je er vanaf komt. Dus zorg voor goede ja, awareness, om maar even met een term te gooien. Uh, binnen je bedrijf. Dus weet, uh, weet waar de sancties op zien. Um, wat mag wel, wat mag niet. Weet ook de, zorg ook dat je werknemers daar goed van op de hoogte zijn. Of degene die in ieder geval daarmee bezig zijn. Um, en wat ik net eigenlijk aangaf, ja, kijk naar je lopende en je nog te sluiten contracten. Uh, mag je misschien eenzijdig e je voor algemene voorwaarden aanpassen. Kijk daarnaar of. Nou ja, naar je andere te sluiten overeenkomsten en neem daar andere andere bepalingen in mee die je, waar je je risico's kan afdichten voor zover dat mogelijk is. Duidelijk. Sander, jij nog een tip? Ja, je gaf hem eigenlijk net al zelf aan: risico assessment. Kijk echt waar je actief bent, wat voor soort producten. Uh, met wat voor soort producten doe ik. Zaken met wat voor soort mensen in welke landen ben ik actief en kijk dan ook niet alleen naar het kvk-uittreksel en daar dan het vestigingsland, nee, kijk ook eens misschien naar het IP-adres, hoe zit dat en waar eindigt dat? Um, dat is echt super belangrijk uh, om uh, je, ja, je eigen risico's in te schatten en dat is super complex. ook. IP-adres, uh, hoe check ik dat eigenlijk en wat voor producten doe ik eigenlijk zaken mee? BDO, die heeft een heel breed. Uh, dienstenpakket. Niet alleen juridisch, contractueel, san sanctiewet, maar ook forensisch onderzoek. Dus heb ik mogelijk een overtreding begaan, maar ook internal audit, die dus dit soort risicoassessments uitvoeren. Dus uh, gelukkig kan BDO daar wel bij helpen. Dat is wel mooi. Ja, dus uh, zit je met een situatie waarvan je denkt, wat moet ik ermee? Ja. Uh -huh. uh, dan, uh, dan kan je ons, uh, ons inschakelen. Dat is in ieder geval goed, want ik hoor al dat het ontzettend complex is, uh, ja. dit onderwerp ja um, dat is duidelijk. in een podcastje niet makkelijk uh, even te bespreken nee dit is wel de basis zeg dit maar dit is de basis ja, ja. ja maar ik denk een, de, toch een duidelijk verhaal ondanks het complexe onderwerp dus daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken Sander en Marianne jij ja, ook dank ja, je wel ja jij ook Rami. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Vond je dit nou een interessante aflevering? Abonneer je dan op ons kanaal. En wil je meer informatie over dit of andere juridische onderwerpen? Ga dan naar bdo.nl/slash legal-podcast. Voor nu, tot de volgende aflevering.